Was dat Nederlands of Engels? Wij begrijpen alles. Alleen Nederlands, alstublieft. Schrijf een brief. En het is een les. Schrijf je dat niet. Ja. Waarom dat zwart Peter is niet zwart? Ik ben zwart? Ja, hij is vuil. Hij is niet zwart. Hij is vuil. Zwarte Piet was nooit ik wel. Nee, zij is kopie van Zwarte Piet. Kopie? Zij heeft Zwarte Piet gekust, kijk. Ja. Ah ja, daarom. Ik kom door de schaal. Van de andere? Hij profiteert. Ik doe de deur open en hij komt binnen. Ik draag de staf. Zij komt door de schouder. En waarom de Sinterklaas heeft zwaar haar? Zwart haar? Ja. Ja, bij de coiffeur geverfd. Ik wil ook graag mooi zijn. Zeg, ja, je bent precies Boerak. Nee, Daming. Ja, maar hij denkt... Hij weet alles beter, maar ja, ja. Boerak weet ook alles beter. Hè? Ja. Huh? Boerak, ja. Wie is de leraar? Hij is de leraar. Ah, dan moet je luisteren naar hem, niet luisteren naar jezelf. Ja, ik probeer het. De leraar weet alles, de student weet niks en de taal. Zo is dat, Boerak. Maschool. 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 Ja. Is dat een beetje... Waar is Maschool? Ja. Ah, dat is Zwarte Piet. Ah, ik bedoel Maschool. Maschool. Ja. Jij kan goed lopen, heb ik gehoord. Natuurlijk, ik kan goed lopen. Ik kan goed voice spelen. Echt? Maar dat is niet interessant in de les Nederlands. Ik mis dat. Tenning. Ja. Tenning. Tenning, is Tenning hier? Is ja. Altijd te laat. Tenning, waar ben ik? Tenning is weer te laat vandaag. Nee, vandaag was ik te vroeg speciaal voor u, Sinterklaas. Oh, dank je wel. Lief, hè? Zo braaf. Yes, dank je wel. Yes, Peter's mooi in. Dank je wel. Ga je slapen? Doe je die stem, hoor? Krijg dat je weet een weet diploma? Ik dat weet ik nog. Ze spreekt mooi met het. Maar, dat is een andere module, hè? Mijn kussen waren niet zo goed, maar ik hoop dat wel. En maar misschien kan Martijn een beetje helpen. En jij ook. Dan moet je bieden naar de hemel. Ja, okay. Ik ben gratis, maar Martijn niet. Suleiman? Ja? Solidariteit. Zo weg, hè? Ja. Kom jij van een ver land met het vliegtuig? Ja. Ja, want je ziet zo'n beetje met een jetlag precies. Heb je niet geslapen vandaag? Vandaag ja, ik heb veel gaan slapen. Te veel, waarschijnlijk. Ja. 18 uur en dan gisteren niks. En s'avonds slaap je niet, alleen overdag dan. Maar goed, Boerak weet alles, dus jij mag slapen in de klas. Maar hoe kan hij weten? Ah, ik heb dorst. Lenka? Ja? Lenka, heb je iets te drinken voor mij? Wat blieft? Heb jij misschien iets te drinken voor mij? Je hebt te laat gekomen. Ik ben te laat gekomen. Ja. Spijtig dat Martijn dat gefilmd heeft, jouw fout. Je hebt te laat gekomen, kom straks op YouTube. Maar het kan geen kwaad, het is een schijf. Het is een schijf. Het is enorm. Je mag fout berekenen. Volgens mij wel. Ja. Ciao, Doerie. Is er niet, Sinterklaas. Hij heeft waarschijnlijk hoofdpijn. Mariana. Hier. Ja. Ongelooflijk, hè? Sinterklaas. Mariana, heb je een goede leraar? Heel goed. Ja? Heb jij hem gecontroleerd? Ja. Ah, super. Je mag nu naar huis gaan, want je hebt nog een carrière, denk ik. Ja. Welke carrière is dat? In een bank. Oh. Een bank? Slechte mensen. Ja. Werken. Alleen van schilderen. Geef mij veel terug, ja. Bankencrisis. Kan je een loon te geven? Als ik werk voor de bank? Nee, als je moet cadeautjes brengen naar kinderen en je hebt geen geld, ik kan je... Maar dan moet ik sponsoring op mijn rug zo
KBC op mijn rug of zo. Oké, okay, dat is onze concurrentie. Welke bank werk je? ABN AMRO Bank. Oeh, de slechtste van allen. De kapitaal is gisteren. En hij weet het, want hij heeft geen geld. Oké. Okay. Ik ben werkloos. Dus het is geen goede klant voor u. Nee. Vergeet hem. Janine. Janine. Hallo. Hallo. Je bent in de klas. Ik hoor. Dat is al goed, dat is genoeg. Jij krijgt een diploma. Hi, Paul. Hè? Excuse me. Was dat ook. Dat is het probleem met schrijfmodules. Ja. Iedereen Frans. Dus ik heb het op voorhand gezegd hè, dat het een probleem ging zijn, maar men wil het niet geloven. Mandy? Mandy? Arme Martin. 2000 euro per maand. En dat is niet veel, hè? En dan elke dag discussie met jou. Dat is wel veel. Omdat andere mensen verdienen echt heel veel. Minder, ja. Dus als je 2000 euro kan... Dan moet je ook discussies tolereren. Mag jij... Ik heb al veel discussies met je. Ik begrijp het. Ik ook met Martijn. Ja. Zo. Horoscoop vandaag. Het is niet meer gratis. Zou jij niet een beetje meer lonen? Nou ja, zonder probleem. Alles boven de 2000 of zo. Ja. Wat ga je doen met die video? Die komt op de schoolwebsite, stukjes ervan. En niet op de YouTube. Nee. Dat zou ik ook controleren als ik mevrouw. Hoe kan je ons over Martijn vertellen? Wat kunnen wij over Martijn vertellen? Ja. Hij is even oud als een ziek. Ja, hij draagt altijd heel mooie hemden. Hij draagt ook deze hemden, maar dan s'nachts. Ik weet niet, die hemden komt er van waar. Die komt er van Marokko, zo ik denk die hemden. Ja, ik ben soms moslim, soms katholiek. Hang je vanaf. Ik woon in Antwerpen-Noord, daarom ben ik moslim. En ik kom in Antwerpen 2000, ik ben katholiek. Hè. Dus je zegt gewoon Christmas, dat is die twee. Wat zeg je? Christmas. Kerstmis. Christmas, christelijk en moslim. Christmas. Christmas. Hoe dat je vandaag hier kwam, omdat je hebt iets nieuws geleerd. Dankjewel. Ik heb iets van jou geleerd. Nee. En ik denk dat Boero ons zeker nog iets kan leren. De slimste van de klas natuurlijk. Ja. Nu Martijn, ik heb geen informatie over die man, ik weet niet waarom. John. Jij hebt informatie, Sinterklaas. Heb ik informatie? Je hebt ze gemist. Ja. Oh, dan ga ik even moeten kijken. John. Misschien is het beter als ik dat niet zeg. Redelijk in het begin, denk ik. Misschien is dat wat gevaarlijk. Ik ken zijn boek van buiten. Hè? Gevaarlijke informatie. John. Ah nee, is goed nieuws. Jij bent geslaagd voor jouw permanente evaluatie. Ja. Proficiat. Geef John een kus. Mogen we jou in de zak? Is geslaagd. Hij is geslaagd. Ah. Hij is geslaagd, niet geslagen, geslaagd. Piet. Oké. Niemand gaat zingen voor ons? Ja, jullie kennen een liedje. Ah ja. Ja. Oh. Wij wachten. Kan ik leren? Oké. Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Dan gaan wij jullie laten schrijven. Niet spreken. Het is een schrijf. Ja. En nog informatie over Martijn. Hij legt altijd zijn schoentje elk jaar, maar... Kom maar. Wat zijn schoen? Ik heb een vraag, hè. Waarom die jong daar moet dragen in die zaak, hè? Die hele zwaar. Goede vraag. Dat
Het is emancipatie, jongen. Zij willen alles hetzelfde als de mannen, dus zij moeten hetzelfde werk doen. Klopt. Het feit is dat ze 100 euro minder verdient dan de man. Zo. Ik heb het gevoel dat ze alles begrijpen. Ja. Een vraag voor Sinterklaas. Ja. Laat maar horen. Dakloos. 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 Ja. Kunt u iets voor mij doen? Hij kan mee op het dak zeker. Deze twee mannen, sorry, vrouwen en mannen, die gaan elke dag door de schoorsteen naar binnen in de huizen om cadeautjes te leggen. Misschien kunnen ze jou de techniek leren. Kan je ook door de schoorsteen naar binnen? Je bent toch al zwart, dus geen probleem. Okay. Voor niet vuil. En dan kan je elke dag in een huis slapen. Oké, okay. Ik zal het proberen. Solidariteit. 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 Ja, met tijd. Dan gaan we nu de internationale zingen. Ik wens je veel, beterschap in jouw leven in ieder geval. Ja. Ja. Veel succes. Dank je. Nog een vraagje. Ja, vorig jaar was je ouder. Dus, word jij jonger? Ja, zoals Benjamin Button. Ik hoop niet zo erg. Ik hoop dat het stopt bij 16 jaar of zo. Maar het werkt wel goed. Het is een goede crème. L'Oreal. L'Oreal. Hebben wij nog een paar staan? Hij is naar de dokter geweest. Plastische chirurgie. Je bent jonger, hè? Ja, maar jij ziet er ook goed uit. Hoe oud ben jij? Na je plastische chirurgie? Ik ben 60. Na of voor, ja, ik ben nu 27. Ja. Oeh, dat is heel jong. Dus Sinterklaas, Emilia stond niet op uw lijst, hè? Emilia stond niet op de lijst. Nee. Maar ze is ook ziek, dus we zullen ze... Ik kan niet slapen, s'nachts. Ik kan niet slapen. Pas op, als je niet kan slapen, dan kan je ons zaterdag zien. Wij komen in jouw huis binnen. Ja. Door de schaal. Zaterdag. Dag Sinterklaas. Dank u wel. Dag. Tot volgend jaar. 230. Tot op YouTube. Geloof hem niet. Dit komt op YouTube. Geloof hem niet. Pas op. Dag.